is niet zomaar iets, dat is een koninklijke onderscheiding. En dat krijgen deze mensen omdat zij gewaardeerd worden voor hun werk. Werk dat niet altijd vanzelfsprekend is. Ook namens het college uiteraard een hartelijk welkom. Mensen hier op het podium staan. Sommige mensen zijn gewend om op het podium te staan. Deze mensen hebben allemaal hier bij elkaar. En die willen we vandaag, daar willen we bij stilstaan. Dat door mensen uit hun directe omgeving, maar ook mensen van daarbuiten, ontdekt is, gezien is en vooral ook gewaardeerd wordt. En ik zal dadelijk een paar keer zeggen, 16 keer, dat het zijn majesteit, de koning, en ik begin al meteen dat goed te zeggen, heeft behaagd om mensen een onderscheiding te verstrekken. Dames en heren, de heer Bekkers, hier Sintelaan geleden. En ik kan u zeggen dat het zijn majesteit koning behaagd heeft u te noemen tot lid in de orde van de Oranje Maatschappij. Gefeliciteerd. Dames en heren, kom ik bij Ines Derksen. Maar ik kan zeggen dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd om Ines Derksen te noemen tot ridder in de orde van de Oranje Maatschappij. Dames en heren, we gaan naar Polen, naar Martin Dieteren. En ik kan u zeggen dat het zijn majesteit koning behaagd heeft u te noemen tot lid in de orde van de Oranje Maatschappij. Gefeliciteerd. Mag de heer Gijzen vragen? En ik kan u zeggen dat het zijn majesteit koning behaagd heeft u te noemen tot lid in de orde van de Oranje Maatschappij. Gefeliciteerd. Marcel Heijdegos. Ik kan u zeggen dat het zijn majesteit koning behaagd heeft u te noemen tot lid in de orde van de Oranje Maatschappij. Gefeliciteerd. En ik kan u zeggen dat het zijn majesteit koning behaagd heeft u te noemen tot lid in de orde van de Oranje Maatschappij. Gefeliciteerd. Dames en heren, mevrouw Van Kamp is al bijna 30 jaar vrijwilliger. Ik kan u zeggen dat het zijn majesteit koning behaagd heeft u te noemen tot lid in de orde van de Oranje Maatschappij. Gefeliciteerd. Als sportman in hart en nieren weet Martin, ik heb al gezegd die van huis uit judoka is, maar al te goed hoe fijn en gezond sporten kan zijn. Dat heeft zijn majesteit koning dan ook behaagd. Martin, zo mag ik jou uitspreken, met jou te benoemen tot lid in de orde van de Nassau. Dames en heren, mevrouw De Mooi is zo'n vrijwilliger die op allerlei terreinen, allerhande terreinen moet zijn, vrijwilligerswerk ontplooit, heeft en nog doet. En ik kan u zeggen dat het zijn majesteit koning behaagd heeft u te noemen tot lid in de orde van de Oranje Maatschappij. Gefeliciteerd. En als je wild pauwen en vooral de vrijwilligersactiviteit van wild oogschouw neemt, dan is het voetbal, voetbal en nog eens. Ik kan u zeggen dat het zijn majesteit koning behaagd heeft u te noemen tot lid in de orde van de Oranje Maatschappij. Gefeliciteerd. Mevrouw van Schooijenstein-Landman, u dacht dat u vandaag een parlementaire delegatie in Nijmegen zou ontmoeten en dacht dat uw man daar een lezing ging houden. En ik kan u zeggen dat het zijn majesteit koning behaagd heeft u te noemen tot officier in de orde van de Oranje Maatschappij. Dames en heren, mevrouw Schuffelen heeft haar sporen ook verdiend in de gezondheidszorg. En ik kan u zeggen dat het zijn majesteit koning behaagd heeft u te noemen tot de ridder in de orde van de Oranje Maatschappij. Johnny was tijdens zijn werkzaamheden actief in Torren. En ik kan u zeggen dat het zijn majesteit koning behaagd heeft u te noemen tot lid in de orde van de Oranje Maatschappij. Gefeliciteerd. Dames en heren, terug naar Sittard, naar de Kloostertuin nummer 8, voor vanavond als u naar feest gaat, de heer Jacques Vaassen. En ik kan u zeggen dat het zijn majesteit koning behaagd heeft u te noemen tot lid in de orde van de Oranje Maatschappij. Gefeliciteerd. Dames en heren, de heer Van der Weer is iemand die al jaren als mantelzorger actief is voor diverse personen uit zijn eigen omgeving. En ik kan u zeggen dat het zijn majesteit koning behaagd heeft u te noemen tot lid in de orde van de Oranje Maatschappij. Gefeliciteerd.
Van het allerlaatste dan naar Bochum, naar de heer Jo Middelshoven en zijn vrouw. En ik kan u zeggen dat het zijn majesteit koning behaagd heeft u te noemen tot lid in de orde van de Oranje Nassau. Gefeliciteerd. Ik wil deze bijeenkomst echt niet afsluiten zonder dat wij ter ere van onze koning en onze dikke handen het Wilhelmus zingen. Ik verzoek u te gaan staan en dat ik met elkaar wil afspreken is nooit gelukt in al die jaren. Dat ik zeg, lang leven de koning, dan moet ik drie keer hoera, hoera zeggen. En dan komt dat zeker goed. Ik geef het.